Welkom bij een nieuwe Wie is de Mol Shorts. Dit keer bespreek ik de laserstraalopdracht uit seizoen 13, aflevering 2. Een laserstraal wordt geblokkeerd door een aantal deuren. Door die te openen ontgrendelt de laser een kluis met geld. Voorafgaand moet penningmeester Joep een bedrag van 100 tot 3000 euro inzetten. Maar let op, als de laser door de kandidaten wordt aangeraakt, liggen ze uit het spel. Tania en Zaraida gaan als eerste. Ze vinden de spiegeltjes in de hal waarmee ze de lasers kunnen afbuigen. Zo hopen ze niet geraakt te worden, maar helaas, dat gebeurt alsnog. Kees kan het eerste luikje openen en op de terugweg gaat hij alsnog af. Daniel, Janine en Joep gaan ook heel erg snel af, maar Tim krijgt het voor elkaar om het tweede luikje te openen. Caroline zou het klusje moeten afmaken, maar het lukt haar om de laatste blokkade weg te nemen. Joep had maar 1000 euro ingezet. Daar zijn de kandidaten niet tevreden over. Laat staan als ze te horen krijgen dat er jokers onderweg te vinden waren. Gelukkig zagen Caroline en Kees die wel.